we can hack anything. We can hack computers and electronics, of course, but also art and craft, math, science. You can hack yourself, society, the planet. We can and do hack anything. Ja, anything. Want bij hacken denken we meestal, geef toe aan mensen die inbreken in je computer en dan gegevens willen pikken. Maar blijkbaar, eigenlijk, betekent hacken zoveel als iets verbeteren. En dat kan dus met alles en iedereen. En dat is ook precies wat gebeurt in hackerspaces. Plekken waar mensen samenkomen om materiaal en kennis te delen, zodat ze hun ideeën echt vorm kunnen geven. Er komen ook in ons land steeds meer hackerspaces bij. Thomas de Graven. De bedoeling is eigenlijk dat je, als je een idee ziet, dat je dat idee zelf kan maken. Door het zelf te maken kan je de kwaliteit garanderen, maar kan je zelf ook heel creatief te werk gaan en bepaalde features gaan toevoegen dat niet in de meeste producten in de winkel te vinden zijn. Ja, de empowerment, ja, dat is echt wel iets wat heel erg aan de basis ligt van dergelijke wijkplaatsen. Ja, de tools in handen geven om de dingen actief te gaan aanpakken. Ja. Het is een cultuur, een collaboratieve cultuur. Dus één keer dat je samen zit in die ruimte, leert je van elkaar, spreek je van elkaar. Dus dat is een cultuur van samenwerking die aan het groeien is, zeker bij de jonge generatie. Bijvoorbeeld 8 plus 1. Het is genoeg om de motor te doen draaien. Ja? Oké. Okay. We zijn in de hackerspace in Brussel. Alle leden hier zijn hacker. Maar dat wil niet per se zeggen dat ze hier proberen in te breken in computersystemen om zo gegevens te bemachtigen. Want eigenlijk kun je alles hacken. Als je naar de woordenboek gaat zien, naar de originele definitie van MIT, dan staat erin dat een hacker eigenlijk een persoon is die hedendaagse technologie zal gebruiken voor andere doeleinden. Dus wat wil dit zeggen bijvoorbeeld? Je pakt inderdaad een computervoering en je kan die ombouwen tot een labovoering. Het is eigenlijk een kleine actie, maar je gaat bestaande technologie gebruiken voor iets nieuws te maken. Hackers komen steeds vaker samen op plekken zoals deze, met als bedoeling hun creativiteit, kennis en materiaal te delen. Als je alle apparatuur zelf thuis moet aankopen, ten eerste, je hebt daar de plaats niet voor. Je mag op het bureau niet thuis komen zien, de stad al vol. Maar ook ja, het sociaal aspect. Dus je komt hier met heel veel mensen in contact, je spreekt over je problemen. En je komt samen tot een oplossing eigenlijk. Het is eigenlijk de bedoeling van een t-shirtje te maken met ledlichtjes. Ik heb hier bovenaan ook een sensor, een lichtsensor opgezet. Die gaat meten hoe donker of hoe licht het is. En hoe donker het wordt, hoe feller de lichtjes gaan branden. Het is eigenlijk gewoon een beetje een fancy gadget. Ik kan wel naaien en zoiets, maar de elektronica kant en zeker het programmeren, dat is niet mijn sterkste kant. En als ik ergens mee vastzit, ja, dan kan ik altijd wel bij iemand terecht die dat wel kent en mij daar verder mee kan op weg zetten. Dus ja, ook het gewoon de kennis delen is heel belangrijk in een hackerspace. Het fenomeen komt uit Duitsland, maar de laatste jaren zijn er duizenden hackerspaces ontstaan overal ter wereld. Mensen delen wereldwijd hun kennis, komen samen en maken zelf wat ze nodig hebben. Ja, het heeft denk ik toch ook te maken met de technologische ontwikkeling. Dus het feit dat je kan samenwerken, niet alleen lokaal, dat kon vroeger wel, maar dat je ook globaal kan samenwerken. Dus dat globaal-lokale, als het ware, het glokale, dat is eigenlijk pas sinds een jaar of 10, 15 mogelijk, dankzij de internettechnologie. Michel Bouwens is auteur van het boek De Wereld Redden. Vorig jaar stond hij in de lijst van de 100 meest inspirerende denkers rond duurzaamheid wereldwijd. Hij ziet in hackerspaces het begin van een mogelijke economische omwenteling. Dat creëert dus een nieuwe netwerkcultuur van mensen die elkaar veel gemakkelijker helpen. En ik denk op termijn is dat iets dat we zeker nodig hebben vandaag, omdat in een maatschappij waar dus het individualisme en de atomisatie van de mens altijd maar verder gaat. Dat is een tegenbeweging die we echt nodig hebben in de toekomst. Het fenomeen startte wat ondergronds, maar het wordt steeds toegankelijker. Ook bedrijven en steden zien het potentieel ervan in. Ja, dan ga je dan de kleur gaan nemen. Hè. Dus dan ga je bijvoorbeeld eerst, dus ga je dan rood nemen. Dit is Timelab in Gent, een fablab of makerslab, opgericht met steun van de Vlaamse overheid.
De leden mogen gebruik maken van 3D-printers, lasercutters en ander hoogtechnologisch gereedschap. Maar de filosofie is dezelfde als bij Hackerspaces. Maar dat wij enorm naar streven is dat er een samenwerking ontstaat, een gelijkwaardige samenwerking tussen verschillende mensen met verschillende achtergronden, verschillende opleidingen, de combinatie van meer de kunstenaarsgeest en de ingenieursgeest, hè, terwijl dat niet iedereen hier kunstenaar of ingenieur is, maar eigenlijk diezelfde principes van dingen te willen maken en verbeteren, die dat eigenlijk te gaan stimuleren. Ik wil nu een robot maken die zelf kan rondrijden in huis en die ook mijn kinderen wat animeert. En ik heb wel de kennis om de mechanica te maken en dus de batterijen aan te sluiten met die motoren en zo. Maar de kennis van de elektronica die schiet mij dan wat tekort. Ik heb geen elektronica gestudeerd, ik ben programmeur. Maar hier zijn dan mensen die wel heel veel kennis hebben van de elektronica en die mij dus wel kunnen zeggen van kijk, als je met die chip of die chip werkt, dan kan je dat perfect aansturen. Daar kan je dan de uitleg vinden op internet. En die mensen geven nu gewoon de informatie met de paplepel in de mond en gaan die projecten natuurlijk veel sneller vooruit dan. Door voortschrijdende technologie en samenwerking wordt productie en innovatie geen monopolie meer van bedrijven. Een ideaal beeld volgens sommigen. Denk even na, als je als bedrijf iets concipieert, is het altijd voor de markt. Dus het moet schaars blijven. Hè? Dus in het Engels zegt men planned obsolescence. Dus je maakt iets omdat het zou kapot gaan, zodat mensen er een nieuwe van gaan kopen. Dat ga je als een groep mensen in een gemeenschap nooit doen. Je maakt gewoon de beste machine die je nodig hebt. Dus als er dan bedrijven zijn die machines maken en verkopen, dan zijn dat duurzame machines. Dus het is heel interessant om zo te werken. Gezellig, genereus en creatief. Het lijkt wel Walhalla Hackerspace.